Bij de Merlette namen ze onlangs de nieuwe padelbanen in gebruik. Nou, ik denk ongeveer 3 jaar geleden, toen hebben we voor het eerst gedacht, zouden we moeten investeren in 2 padelbanen. Dat is een grote investering, maar padel is een sport die in opkomst is. En we hebben daar serieus over nagedacht. Toen hebben we geconcludeerd van, nou, het is nog te vroeg voor ons. We weten niet zeker of het een hype is, ja of nee. De investering die benodigd was, was toch wel zo groot dat we daar de financiële middelen nog niet voor hadden. Dus toen even nog niet. Vervolgens, denk ik ongeveer 1 jaar geleden, toen hebben we gedacht van, nou, laten we nog eens een keer naar kijken. We hadden inmiddels wat meer geld gespaard. Padel is toch wel een blijvertje gebleken. En we bleken toch wel, ja, ook onder onze leden, zeg maar, voldoende animo te zien om in padel te investeren. De padelbanen die liggen er, maar het is nog niet helemaal klaar, zien we. Nee, dat klopt. Hè. Nu de padelbanen gerealiseerd zijn, willen we ook een mooi terras aanleggen. Dat ook weer rolstoelvriendelijk is, zodat iedereen gebruik kan maken van de padelbanen. Er moet nog wat gebeuren, zeg maar, met extra bankjes die geplaatst worden, zodat toeschouwers goed zicht hebben op de wedstrijden die gespeeld worden. We willen tussen de padelbanen en het ODC-terrein willen we een grasveld inzaaien, zodat dat grasveld ook weer gebruikt kan worden, bijvoorbeeld tijdens het kampweekend dat we organiseren. Dus zo zijn er een aantal wensen en ideeën die we nu nog willen realiseren. Komende zomer? Ja, dat gaat zeker lukken. Ja, het is super natuurlijk dat we nieuwe banen hebben bij de club nu. Want we zijn echt al een traject mee bezig een jaar vooraf. Het grote verschil met tennis. Als je met tennissen een bal, zeg maar, hard weg speelt, dan is hij vaak ook weg. Want dan ligt hij, zeg maar, achter tegen de hek aan. En dan is hij niet meer haalbaar. En hier komt hij nog een keertje terug. Want hij gaat eigenlijk via de glas, want komt hij eigenlijk vaak een beetje omhoog. En dan kan je hem gewoon weer terug in het spel brengen. En zo krijg je hele lange dynamische rallies eigenlijk. Isabel, jij hebt het ook alles geprobeerd, begreep ik. Hoe beviel dat? Het was heel leuk, want de bal is bij padel iets lager dan bij tennis. En ik ben ook iets kleiner, dus dat is ook wel fijn. Dan kan ik beter bij de bal. Kon je alle rallies spelen dan? Dat denk ik nog niet. Nog niet? Met wie heb je geprobeerd? Ik heb het met mijn vader, Erik-Jan van Dijk, gespeeld. En jouw vader, die kan het al goed? Ik kan het iets beter.